In opdracht van de Stichting Stadsgidsengilde Woudrichem en Boven het Gat is een boekje over de vesting Woudrichem verschenen in de Hollandse Waterlinie Erfgoedreeks. Het is geschreven door Teus van Tilborg en Kees van Maastricht. Dit boekje dat gaat vooral ook over de ontwikkelingen van de vesting van het begin tot nu toe. En vooral ook toegespitst op die militaire functie dus die Woudrichem had. Dus vooral als vesting, als een onderdeel van de vesting of de ijzeren driehoek zoals vroeger wel werd genoemd. Woudrichem, Loevestein aan de overkant hier en Gorinchem, waar later nog Fort Vuren bij kwam. En die ontwikkelingen die worden dus in dat boekje dus geschetst. Het boekje bevat ook veel nieuw en historisch beeldmateriaal. Opvallend is van Woudrichem is, waar het echt Woudrichem als vesting afwijkt van andere vestingsteden, dat Woudrichem kleiner geworden is. Dat is natuurlijk eigenlijk logisch. Als een vestingstad in de loop van de eeuwen groter werd, er werd steeds meer behoefte aan woningen. Nou, dan werden de wallen geslecht en dan end verderop opnieuw weer neergelegd en de gracht weer opnieuw gegraven. Maar in Woudrichem is dat dus niet gebeurd. Destijds had de overheid gronden beschikbaar binnen de vesting en dus was het goedkoper en praktischer die te gebruiken. Waar wij nu hier staan, hier aan de afgeronde Maas tegenover Loevestein, daar had je de buitenstad, Daar had je toch altijd rond 1555 stonden daar toch een dikke 40 woningen. En vooral bewoond ook door vissers. Er werd ook Vissersdijk werd het dus genoemd. Niet te verwarren met de Vissersdijk die er dus nog steeds is. En er woonden ook een aantal rijke lieden. Als je dus nagaat waar nu bijvoorbeeld de pannenkoekenboot ligt. Daar stond in die tijd echt een heel groot huis van een rijke familie. Dat kun je je nou ook niet voorstellen. Maar dat is verloren gegaan ook door dat de Maas steeds verder het land ingedrongen is. Dus aan dat soort aspecten wordt dus ook in dit boekje best ruim aandacht besteed. Het boekje kost slechts €7,50 en is verkrijgbaar bij boekhandel Tante Betje in Woudrichem, de Bruna in Sleewijk en bij de Marskramer in Rijswijk. Ook is het boekje te bestellen bij Stichting Stadsgidsengilde Woudrichem.